Hoi, welkom bij Fem. Vandaag geef ik jullie een aantal tips en tricks voor een eerste date. Dus mocht jij binnenkort een afspraak hebben met een jongen of met een meisje voor als je een jongen bent. En weet je nog niet helemaal hoe je moet gedragen of weet je niet hoe je je moet kleden en waar je op moet letten tijdens een eerste date. Ik ga jullie vandaag helpen. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn tips en tricks voor een eerste date, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel erg veel plezier. Ik ga het met jullie allereerst hebben over uiterlijke verzorging, want dat is natuurlijk waar je het meest op moet letten. Als je een eerste date hebt, dan wil je natuurlijk wel gewoon op je best uitzien. Je wilt een goede eerste indruk achterlaten. Mocht het van beide kanten bevallen, dan wil je wel gewoon dat het bij allebei goed zat. Maar ook gewoon dat hij zelf weet van, oh, ze rook lekker, of ze zag er mooi uit, ze had mooie make-up op, ze zag er naturel uit. Noem maar op, wat zou je wel moeten dragen en wat absoluut niet. Voor een eerste date zou ik persoonlijk voor iets neutraals gaan, dus bijvoorbeeld een touwkleur of bijvoorbeeld een crèmekleurig jurkje, een witte top. Zoiets wat ik nu aan heb, bijvoorbeeld iets wat gewoon een beetje schattig is, maar toch vrouwelijk. Ik zou dan zelf gewoon niet te felle dingen dragen, dus niet een te felle top, bijvoorbeeld fel roze, maar gewoon echt neutrale kleuren. Je kunt echt allerlei kanten op. Je zou ook bijvoorbeeld pasteltintjes kunnen dragen wat jou mooi staat. Kies gewoon in ieder geval voor iets wat jou sowieso mooi staat. Waarvan jij gewoon weet, oké, daarmee kom ik goed voor de dag. En daarmee laat ik een goede eerste indruk achter. Dus waarvan jij denkt, dat ben ik. Dus waarbij jij sowieso lekker in je vel zit als je dat draagt. Dus niet te overdressed, maar gewoon een beetje jou. Dus jouw stijl. Laat het gewoon lekker naar voren komen wie jij bent. Want dat is belangrijk tijdens een eerste date. Je kunt ervoor kiezen om ook hakken te dragen. Maar als je niet onderuit wil gaan, kun je ook gewoon voor platte schoenen gaan. Of voor leuke laarsjes of ballerina's, wat jij graag draagt. Wat ook belangrijk is dat je natuurlijk lekker ruikt. En daarbij zou ik niet te veel parfum op doen. Want dat is echt gewoon een beetje een afknapper, vind ik. Als iemand heel veel parfum op heeft en die geeft je dan 3 kus op de wang. En dan denk je ook gauw van, doe maar wat minder op de volgende keer. Want dan eet je gewoon bijna parfum als je met elkaar praat. Dan komt die walm steeds naar elkaar toe. En dat is gewoon niet fijn. Dus mijn tip is gewoon een subtiele parfum of een eau de toilette dat iets minder sterk ruikt. Maar wel gewoon dat je fris ruikt. En daarbij zou je bijvoorbeeld een body lotion kunnen gebruiken met een geur. Bijvoorbeeld van Victoria's Secret. Dat je gewoon een lekkere lichaamsgeur bij je hebt. Maar ook gewoon een body spray kun je gebruiken. En die over je lichaam sprayen zodat je wel lekker ruikt. Ook als je langsloopt. Maar dat het wel gewoon subtiel is. Wat ook heel belangrijk is, is dat je een neutrale make-up look kiest voor een eerste date. Stel dat jullie verder gaan met elkaar en dan zie je dan een keer zonder make-up. En je, dan ziet het er al gauw heel anders uit. Dan is het niet meteen een shock als je je zonder make-up ziet. Want ik weet gewoon, niet iedereen is knap zonder make-up en ik zelf ook niet. Tenminste, ik heb niet heel veel make-up nodig, maar ik voel me gewoon niet knap zonder make-up. En wat dan verstandig is, gewoon een beetje mascara. Misschien een subtiele oogschaduw, bruin tinten of gewoon alleen een eyelinertje. En dan gewoon een neutrale lipgloss. Of lipgloss zou ik dan weer niet doen, want dat plakt heel erg. Mochten jullie elkaar gaan zoenen, you never know. Een subtiele, bijvoorbeeld een lippenbalsem of gewoon een hele subtiele nude lipstick. Dat kan ook wel. Maar je wilt gewoon een beetje neutraal overkomen. Want jij bent jij zoals je bent. En uiteindelijk wil je ook dat iemand jou neemt zoals je bent. En natuurlijk, je mag er gewoon mooi uitzien op je best met een beetje make-up. Maar ik zou het niet met paarse oogschaduw aankomen. En dan, hi, daar ben ik. Nee, dat zou ik gewoon niet doen. Nog iets wat heel belangrijk is, wat eigenlijk ook wel bij je uiterlijk hoort, is je lach. En niets kan aantrekkelijker zijn dan iemand die veel lacht, die er gewoon heel spontaan uitziet en die gewoon zijn tanden vaak laat zien. Want dat is natuurlijk het mooiste wat er is en dat is een lach van iemand. Als ik iemand zie lachen, dan is het al gauw, het geeft gewoon een goede eerste indruk. Want je weet gewoon dat die persoon vrolijk is, dat hij goed in zijn vel zit. Een lach is gewoon aantrekkelijk bij mensen. Als mensen lachen, is het altijd goed. Dus gebruik die lach. Laat zien dat je mooie witte tanden hebt. Laat zien dat je altijd vrolijk bent. En laat gewoon zien dat je spontaan bent. En dat je gewoon lekker in je vel zit. Nou, dan heb ik het nu gehad over uiterlijke verzorging. En over jou als persoon zelf. Hoe je het beste kunt kleden, et cetera. Nu gaan we het hebben over hoe je moet doen. Dus hoe kan je het beste gedragen tijdens een eerste date. Wat vooral heel belangrijk is, is dat je goed met elkaar praat. Want je wilt wel wat dingen te weten komen over hem. Want alleen zo kun je erachter komen of jullie een klik hebben met elkaar. En of het totaal niet klikt. Het kan wel eens zijn dat er soms stiltes vallen. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat je kunt vragen. Maar probeer door te vragen, maar niet te. Dus maak er geen interview van. Dus vraag niet, niet te veel. Maar gewoon met mate. Dus probeer leuke vragen te stellen van, wat doe je voor werk?
wat zijn je hobby's? En dat soort standaardvragen kun je allemaal vragen. En op een gegeven moment rolt er vanzelf een gesprekje uit voort. Nou, wat betreft betalen, dit is ook wel een heel erg belangrijk punt. Want als je met elkaar uit eten gaat, dan is er natuurlijk altijd één iemand die gaat betalen of je split het. Maar meestal tijdens een eerste date, dan betaalt wel één iemand. Dit is vaak de man. Ik denk omdat zij vaak de persoon mee uitvragen. En het kan ook andersom zijn, maar ja, vaak is het toch de man die uiteindelijk gaat betalen. Dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Dus mocht je een indruk krijgen dat hij niet gaat betalen, zorg er dan gewoon voor dat je wel zelf geld mee hebt. En dat je in ieder geval voorstelt van, hey, ik betaal wel. Of dat je niet meteen overkomt alsof je alles maar aan hem overlaat. Van, jij hebt mij gevraagd, dus betaal jij maar. Nee, zo gaat het niet. In ieder geval gewoon een beetje Miss Independent spelen. Van, je kunt best zelf betalen, maar als hij toch per se wil betalen, laat hem maar gewoon. Want ja, dan kun je het ook vaak niet tegenhouden als hij zegt van, nee, ik betaal vandaag. Dan kan je moeilijk zeggen, ja, nee, maar ik ga betalen. En dan gaat het steeds weer zo om en om en dan, daar heb je gewoon geen zin in. Dus ja, dat is iets waar je op moet letten, maar laat hem ook niet te veel uitgeven. Ik zou bijvoorbeeld niet, als ik weet van op voorhand dat hij gaat betalen, zou ik niet allerlei dingen gaan bestellen. Een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht en nog een koffie. En ik zou het gewoon een beetje rustig aandoen. Gewoon een hoofdgerecht en misschien een salade of zo. En dan één keer drinken en dan zou ik het gewoon niet te overdreven. Ik zou het gewoon niet te bont maken. Dat zijn belangrijke tips voor tijdens de date. Na de date dan is het altijd een beetje awkward. Want ja, een afscheidskus of niet. Of zien jullie elkaar nog? Ja, dat is altijd een beetje afhankelijk van hoe het gesprek ging. Hoe was de eerste date? Maar dat voel je bij jezelf wel goed aan. Als je denkt van, nou, dit was echt gewoon een no-go. Dan is het gewoon van, tot snel. En misschien tot de volgende keer. En dan doei. Maar als je zo'n gevoel hebt dat jullie echt een klik hadden, dan kun je eventueel een goede afscheidskus geven. Maar als je zoiets hebt van, nou, ik hou het nu gewoon eventjes zo. En ik kijk wel hoe we ons later erbij voelen. Zeg toch gewoon gedag en tot de volgende keer. Of misschien tot snel. Maar nooit vragen van wanneer zie ik je weer. Dat klinkt een beetje wanhopig. En vooral op een eerste date is dat niet iets wat ik persoonlijk zou vragen. Van wanneer zie ik je weer? Of wanneer spreken we weer wat af? Ik zou gewoon zeggen, nou, tot de volgende keer. En het was gezellig en dan klaar. Maar niet een beetje gaan bedelen van wanneer zie ik je weer. Want je hebt net een date achter de rug. En hij moet ook eventjes weer ademhalen wanneer hij die date heeft gehad. En hij moet alles laten bezinken. En jij ook. Dus gewoon daarbij houden. En niet vragen wanneer zie ik je weer. Dat zou ik niet doen. Wat je na de date kunt doen is, je kunt het beste wachten op zijn bericht. Want als hij echt zoiets had van, oké, zij is het. Ik wil met haar echt een volgende date. Dan laat hij sowieso iets van zich horen. Maar je kunt het ook wel een beetje peilen. Als hij heel droog doet na de date en je hebt het gevoel dat hij het totaal niet leuk vond, dan merk je dit al heel snel. En dan heb je ook gewoon, ja, dan zou ik het zelf ook persoonlijk gewoon laten. En wachten totdat hij een bericht stuurt. En dan ja, kun je kijken of het verder gaat of niet. Mocht het nou het geval zijn, mocht het nou helemaal niks zijn na de date, dan kun je het ook gewoon gelijk zo laten. Maar ja, je weet het nooit. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Maar ik zou het allemaal gewoon heel subtiel houden. Kleed je mooi. Zorg ervoor dat je een goede eerste indruk achterlaat. En dat je er gewoon mooi uitziet, maar niet te. Dus niet overdressed. Gewoon jij zoals jij bent. En zorg ook gewoon lekker dat je relaxed overkomt. En niet te gespannen. En niet dat je daar zit van, en nu wat moet ik zeggen. Probeer gewoon lekker relaxed te zijn, want dan gaat het allemaal wel heel goed en op een natuurlijke manier. Dus mocht je binnenkort een date hebben, ik hoop dat jullie dan wat hebben gehad in deze tips. En mocht jij ook nog tips hebben voor anderen, voor de kijkers van deze video's, laat die dan zeker achter in de comments, zodat anderen daar ook wat aan hebben. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!